Ruim 1200 psychiaters in dienst van 37 GGZ-instellingen hebben op dinsdag 1 november een zondagsdienst gevoerd. Met deze actie willen ze hun werkgever laten zien dat zij het er niet bij laten zitten. De aanleiding van deze actie is dat de werkgevers van de psychiater een deel van de werkgeversbijdrage van het pensioen van de psychiaters achterhouden. Terwijl ze daar wel recht op hebben. We hebben afgesproken met elkaar dat de werkgevers ook hun bijdrage leveren aan het pensioen van de werknemers, dus ook van de psychiaters. En moet helaas constateren dat een heel groot deel van de instellingen een deel van die pensioenpremie in eigen zak stoppen, terwijl dat toebehoort aan het pensioen van de psychiaters. Een van de actievoerders is psychiater Isis Elzakkers. Zij trapte de actiedag bij Altrecht af. We doen dat niet gewoon omdat we een klein klachtje hebben. We doen dat omdat we al 2 jaar lang onbehoorlijk behandeld worden door de werkgevers. Omdat we al 2 jaar lang niet in gesprek komen voor iets wat eigenlijk een habbekrat kost om op te lossen. En we vragen helemaal niet meer dan waarop we recht hebben. Net zoals Leon al zei, het wordt allemaal wat minder, dat is dan zo. Maar we vragen gewoon terug wat van ons is. Helemaal niks meer, maar zeker ook niks minder. Ja, we zijn eigenlijk al bijna 2 jaar om het onderhandelen met GGZ Nederland om dat geld terug te krijgen. Maar vooralsnog houdt GGZ het achter. En dan kan je op een gegeven moment niets anders doen dan actie voeren. Ja, en andere werkgevers geven het gewoon wel terug, dus waarom GGZ-instellingen niet? De psychiaters die actie voerden vandaag werkten alsof het zondag is. Ze voerden patiëntvriendelijke, ludieke acties uit. We zijn vandaag in Wolfhezen en we zijn met alle psychiaters van ProPersona langsgegaan bij de Raad van Bestuur om hen brood zonder beleg aan te bieden. Als symbool voor het feit dat zij de werkgeversbijdrage aan ons pensioen niet aan ons uitbetalen. In juni organiseerden de Federatie Medisch Specialisten, de LAD en FBZ ook een zondagsdienst, maar toen in algemene ziekenhuizen. Deze actie was een succes. Door de acties die we hebben gevoerd in de algemene ziekenhuizen is de druk zodanig opgevoerd dat werkgevers met ons in gesprek zijn gegaan om te komen tot een oplossing. En dat is ook wat we willen in GGZ-instellingen. Wij verwachten dat GGZ Nederlands verantwoordelijkheid op dit punt neemt. En met deze druk hopen we dat werkgevers weer met ons in gesprek gaan om te komen tot een goede oplossing. En als dat niet zo is, dan gaan we gewoon door met actie voeren.